Welkom bij Autogek en in deze aflevering: hoeveel bonussen ontvangt nou een Formule 1 team? Een autogek van de week met een White Army truck. En dat is niet een witte truck, maar de firma heet White. De taxateur met een Chrysler Windsor. En het autonieuws natuurlijk zoals elke week met Daniel van Aken. We beginnen met de bonussen in de Formule 1. Alles in de wereld draait om geld. En in de Formule 1 is dat niet anders. Wat verdienen nou Formule 1 teams en waar halen ze het geld vandaan? Nou, dat gaat met een ingewikkelde constructie met allerlei bonussen en ja, extra geldbedragen. Kijk eens even hier. De inkomsten van het meeste team waren 180 miljoen, van het slechtst betaalde team 19 miljoen. Via nogmaals allerlei ingewikkelde constructies zou je denken, het is toch simpel. Nummer 1 krijgt het meest, nummer 2 daarna en nummer 3 het minste. Nee, het gaat een uitgebalanceerd systeem van LST en CCB. Nou, dat gaan we allemaal uitleggen. Dit was vorig jaar 2017. Want om mee te doen in de hele moneypool moet je ook eerst 2 jaar gekwalificeerd zijn. En dat was Haas niet. Dus Haas was, zeg maar, letterlijk en figuurlijk het haasje. Nou, Grosjean die was natuurlijk vreselijk aan het mopperen over zijn remmen. Maar die begon al bij de start met het Haas-team met $36 miljoen minder dan de rest. En voor $36 miljoen koop je 240 nieuwe voorvleugels. Vandaar dat Grosjean goed wilde remmen. Nou, hoe kom je nou verder aan het geld? Nou, in de volgorde van het einde van het kampioenschap. Dus nummer 1, Mercedes, kreeg $61 miljoen. Daar koop je 1525 Mercedes C-klassen voor. Ja, en als tweede, verrassend, in de money pool eindigde Ferrari met slechts pennies, zeg maar centen, $41 miljoen. Nou begrijp je waarom Force India de teamorders gaf afgelopen seizoen, om dus te zorgen dat ze zo hoog mogelijk eindigden in het constructeurskampioenschap. Dus laten we eens kijken naar de eerste ronde van de geld money race, zeg maar, de grote geldrace. Als eerste Mercedes met 97, tweede Red Bull met $88 miljoen, derde Ferrari met $77 miljoen en dan daarachter de volgende teams, de Williams, de McLaren en Force India. Nou, dan denk je, is dit nou alles wat ze krijgen? Nee, want we gaan nu naar ronde 2. Wat gaat er in ronde 2 gebeuren? Allereerst 3 punten. 1. LST. En wat betekent nou dat? Dat betekent Long Standing Team. Oftewel, zoals iedereen het noemt, het Ferrari budget. Het team wat het langst in de Formule 1 is, krijgt per jaar extra $68 miljoen. Nou, en het loont dus om lang in de Formule 1 te zitten. Als tweede punt van ons lijstje van 3 zit het CCB, oftewel het Constructors Championship Bonus. Nou, ze gaan gezamenlijk, Ferrari, Mercedes, Red Bull en McLaren, mogen $143 miljoen verdelen, waarbij Mercedes en Red Bull ieder de hoogste cashers zijn, want die vangen ieder $39 miljoen daarvoor. Zijn er nog meer bonussen? Jawel, er zijn nog meer bonussen. Ja, dat valt onder het kopje 3. Overige bonussen. Nou, zo casht Williams stiekem een heritage bonus elk jaar van $10 miljoen. Red Bull, omdat ze destijds als eerste de Concorde overeenkomst met Bernie Ecclestone getekend hebben, krijgen ieder jaar $35 miljoen. En Mercedes, ach, die komt er ook niet slecht vanaf, want die vangen nog eens keer $35 miljoen extra, omdat ze 2 keer opvolgend wereldkampioen zijn geworden. Nou, als we dat nou eens even allemaal bij elkaar optellen en aftrekken en doen, dan komen we tot het volgende overzichtje. Nou, je ziet dat het heel raar is dat het team dat als derde geëindigd is, het jaar 2016, het volgend jaar, de meeste bonussen vangt. Namelijk bijna $180 miljoen. En je ziet dat Haas bleef steken op een zielige $19 miljoen. Maar ja, die kunnen nu dit jaar, omdat ze 2 van de 3 jaren nu gekwalificeerd zijn, ook meedoen aan de bonusrace. De bonussen in de F1. Jongens, ik heb de indruk dat ze iets meer verdienen dan wij. Ja, nou, ja, of ze het verdienen, weet ik niet, maar ze krijgen het wel. Wat een geld, man. Ja, ongelooflijk. Helemaal. Ja, die nullen, die duizelen om je oren. Het is gewoon echt niet te geloven. Nou, wat ik ook een hele mooie vond, dat vond ik die heritage, oftewel de geschiedenisbonus, die Williams elk jaar krijgt. Ja. 10 miljoen. Oké. Dat bedoel ik maar even. Gewoon omdat je de naam Williams hebt. Dat is een keer door Bernie Ecclestone. Ja, ik krijg het mijn naam niet, hoor. Nee, hè? Hij heeft gewoon vastgelegd van, dat krijg je, zolang je in de Formule 1 zit, krijgen jullie elk jaar gewoon 10 miljoen. Klaar.
Ja, dat is het. Ja, ik vind het geweldig. En dan hebben we het nog niet eens gehad over beeldrechten. We hebben het niet eens gehad over, nee, over merchandise. Ja, over sponsorcontracten met allerlei supermarkten en dergelijke. Ongelooflijk. Het gaat heel ongelooflijk veel geld. Ja. Maar dan zie je ook wel dat het toch wel, dan neemt bij mij wel in ieder geval de bewondering wel op die startteams zoals een Haas. Ja. Want je moet dus eerst, voor de duidelijkheid, je moet ooit 2 jaar gekwalificeerd zijn, dus meegedaan hebben eigenlijk, dat is de norm in de Formule 1. Ja. En als je 2 volledige seizoenen hebt gereden in de Formule 1, dan het 3e seizoen krijg je een startbonus van 39 miljoen. Ja. En die hadden zij dus afgelopen 2 jaar niet. Nee. Nou, dat, dat is knap wat ze gedaan hebben. Behoorlijk bedrag wat je dan misloopt in de start al. Ja. Ja, en dan zo, en zo mee kunnen komen. En zo, ja, precies. Ja, absoluut. Ik heb heel veel respect voor. Aan de andere kant zie je dat het een systeem is wat zichzelf in stand houdt. Hè? Ja, absoluut. Het is inderdaad heel moeilijk om daar nieuw tussen te komen. Ja. Heel lastig. Nou ja. We gaan gauw over naar de autogek van de week. En deze heeft een toch een hele mooie army truck. Dit is een White Scout car en hij is gefabriceerd in begin 38 werden ze al gefabriceerd. Deze van 1941 en het is een verkenningsvoertuig en het is ook een benzinevoertuig toen de tijd. Een 6-cilinder benzine van 115 pk. En op een gegeven moment gingen ze met deze auto's rijden. En op een gegeven moment kwamen ze ook tot de ontdekking dat er eigenlijk nog, omdat het een verkenningsauto is, is je Colt 4x4. En hij is altijd 4x4 aangedreven, ook op de weg. Dat is soms ongemakkelijk qua sturen. Dus na een dag sturen ben je het eigenlijk wel een beetje zat. Maar ja, het gewicht zit ongeveer rond de 4,5 ton. Het is een Amerikaanse uitvoering. Canadezen hebben ermee gereden. Engelsen hebben er mee gereden. En de Engelsen hadden mee zo'n uitvoering zonder rol. En daarna heeft deze gediend bij de Belgische Rijkswacht. Dat noemden ze de zwaantjes. En die kwamen meestal allemaal uit geel. Uit België. En ze zijn ook bij de mijnstakingen ingezet toen de tijd. En op een gegeven moment zijn deze te koop gekomen. Dus ze kwamen in de mogelijkheid om deze te kopen. En dat hebben we gedaan. Ik heb er nog wel een paar meer gehad. Ook weer doorverkocht. Maar ja, dat is gewoon een mooi voertuig. Deze rijdt toevallig behoorlijk hard. Een beetje tussen de 90 en de 100 aan kilometers per uur dan. En er hebben we ook een andere motor weer ingezet. Maar ja, we hebben hem een beetje ingericht ook dat de kinderen voorheen mee konden. Dus ja, zodoende zijn we nu hier op het oldtimer feest. Want het is toch wel een uniek voertuig. En er zit hier ook een bescherming voor je hoofd. Want dit is nogal vrij, dit is een skate rail wat erin zit. Normaal zit er ook nog een .50 op en 2.30's. Of 3.30's, net als prefereerdere mensen. En dat hebben wij er niet op, want ja, dan moet je weer aparte vergunning hebben en andere spullen. Dus je moet ook een beetje normaal langs de weg kunnen rijden. Maar ja, het is wel lekker dat je niet je hoofd stoot, want dat gaat nog niet worden. Dat is vrij een zaak. Kijk, voorheen hadden de mensen allemaal helm op, Amerikanen. En dus als ze hun hoofd stoten, ja, dat was lang niet erg. Nou, je kan ook zien, ja, het ziet er allemaal een beetje Spartaans uit natuurlijk. Maar ja, het is gewoon een leuke auto. En we doen er erg veel mee, gelukkig. Ik kan die motor nog even laten zien. Dit is een 6-cilinder benzinemotor. Het zit ongeveer rond de 6,5 liter. Er zit overal een beetje dik plaat op, van rond de 6,5 mm. Het voorpanzer is ongeveer 13 mm, 12,7, een beetje insmaat allemaal.
Ja, tijdens gevechten kan de radiateur, de louvres kunnen nog dicht. Dus je kan ook met dichte louvres rijden. Ja, het is eigenlijk een klein tankje is het, alleen zonder kanon erop. Dus ja, het is wel een apart apparaat. Maar ja, dat vergt allemaal veel onderhoud. En op een gegeven moment moet je wisselen, banden, motoren. Er zijn ook speciale banden dit, even zwaarder, in place. Normaal zitten er combatbanden onder, die ook bestemd zijn tegen kogels. Maar ja, die rijden zo zwaar, dat is haast niet te rijden. Dus dit zijn echt luchtbanden. En dat is goed te doen. Maar ja, volgend jaar gaan we weer naar de Mandië toe, staat er ook op. We zijn in 2014 ook geweest. En volgend jaar, in 2019, gaan we weer heen. Gaan we het weer proberen. Dus bij deze. Zou je even, is het makkelijk om te starten of is dat een hele operatie? Even kijken. Geen idee hoor. Moet ik even kijken voor de... Ja, ik heb een probleem met mijn startmotor. Even kijken wat hij doet. Maar dat is echt een zescilinder geluid. Nou ja, en daar moet het maar doen. Met deze pk's, 130 pk, daar moet het maar doen. Maar dat lukt ook wel hoor. Nou ja, als je nu start, dan loopt die over 10 jaar nog. Als je maar brandstof in blijft gooien. Dus zodoende. Het blijft een aparte auto. En daarna zijn de halftrucks ontwikkeld, met rupsen achter. Dat had je zowel in white als de interuitvoering. Ja, dat is ook weer iets heel apart. Ben ik er ook nog mee bezig met een inter. Maar dat is weer iets heel aparts eigenlijk. Maar wel leuk. Maar dit is even leuk langs de weg. Kun je eigen versnellen verplaatsen ten opzichte van een halftrek. Dus dit is eigenlijk even mooier. Leuk. Ja. Maar ja, zo biedt het een hobby. Jongens, een White Army truck. En ja, dus ik dacht eerst dat er een rolbeugel bovenop zat. Nee. Maar dat bleek dus een voor mitrailleur. Ja, ja, ja. Een rondje rijden met ding. Ja, 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 ja. Nou, meestal worden die dingen verwijderd. Ja. Niet vanwege esthetische redenen, maar ik geloof dat dat iets wettelijks is. Dat weet ik niet precies. Er is niet een nieuwe voor de vorm Saida Halo vandaan gekomen. Ja, dat zou wel kunnen. Het lijkt er wel een beetje. Het lijkt wel. Ja, wat, nou, daar zeg je wat. Het verbaast mij wat de snelheid zo'n auto nog kan, of zo'n ding nog kan ontwikkelen met zo'n gewicht. Ja. Dat is echt bijzonder. En 170 pk. Ja. Ja, dat is echt bijzonder hoor, dat hij dat is, kan. Het is echt bijna een centimeter dik plaatsnaal. Ja. Alles, hè. Ja. De motorkap, als je die open moet doen. Ja. Nou, dan mag je eerst al een tijdje naar de sportschool geweest zijn. Rico Hoevenbillen. Anders krijg je je motorkap open. Ja, dat is echt heftig. Ja, ja, is heel heftig. Schreef je nooit alleen in zo'n ding, moet je maar denken. Dus hadden we al een paar mannen om te helpen om de motorkap open te doen. Alle vier monteurs bij je voor de motorkap. Ja. Ja. Zoals u wel gemerkt heeft, de afgelopen week is de taxateur driftig bezig geweest in Hoorns de Slaag. En daar hebben we nu ook een hele mooie Chrysler Windsor. Oké, ik sta hier bij de eigenaar van deze fantastische Chrysler Windsor. En laat ik eerlijk zijn, met zo'n kop moet je ook zo'n auto kunnen rijden. Ja, ik mag het zeggen, want we kennen elkaar al een tijdje. Hoe ben je ooit aan deze auto gekomen? Hij is van mijn vader geweest, 30 jaar geleden gekocht. Ja. Toen helemaal opgeknapt en met warme handen georven, zeg maar. Oh ja, geweldig. En nou zag ik dat je zoon ook bij had. Ja. Is dat de volgende generatie met auto in de toekomst? Ja, die loopt er ook op de haas. Ja. Zo heb ik ook thuis lopen, ja. Ja, het blijft mooi in de familie. Ja. Ik begrijp het. Ja. Wat vind je nou de charme van de Windsor? De finnen, hè, eigenlijk. Ja. De forward look. Ja. Waar ze toen in 1957 mee begonnen. Ja.
Maar ja, dat vind ik dan wel mooi. En die, ja. Er staat ook nog een, het is een Dorst van 59, dezelfde fabriek. Ja, het klopt, dat is waar. Ja. Dat is, ja, die tailfins en dergelijke. Ja. Ik heb ooit zelf een 55 Windsor gehad, dat was een compleet andere auto. Ja. Echt een compleet andere auto. Dus, maar ik vind, de kleurstelling is echt heel mooi. Is dit de originele kleurstelling? Dit is de originele kleur, ja. Oké, okay. En wat voor motor heb je erin? Een 354. Een 354, ja. Oké. Okay. Dus niet in de verleiding gekomen om er een Hemi in te douwen of zo? Nee. Gewoon de matching nummers gewoon houden zo. Het matching nummers nog? Ja, nee. Zo! Oh, oké, okay. Ja. Dat is echt heel bijzonder. Want als ik. Mogen we hem even openmaken voor het. Ja. Ik vind het verhaal op zich natuurlijk al geweldig. Hè? Dat je zo'n auto van je vader erft. En dat de volgende generatie ook alweer onderweg is. Ja, hij leeft nog. Hoop dat hij dat nog heel lang doet. Ja, dat dacht ik wel. Er staat op Spitfire, maar het is natuurlijk geen Spitfire. Nee, dit is echt superieur. Dit. Hij ruikt ook als een. Oh sorry, hij ruikt ook als een Mopar, vind ik. Ja. Al die Dodges, Plymouth, de Soto, die hebben allemaal zo'n beetje datzelfde luchtje. Ik zou niet weten waar dat van komt. Echt niet. Ja, olie misschien. Ja, ja, misschien de olie die ze gebruiken. Ik weet het ook niet. Ja, ja. Het is nu nou zo niet in, dus. Neemt die, is dat zo? Nee. Ja. Er zijn geen motoren die er onbekend staan dat ze slurpen. Nee, maar een litertje op een jaar, dat ja. Okay. Ja. Ja, het ligt er aan hoeveel je ermee rijdt natuurlijk, maar dan toch. Geregeld. Ja. Maar. 12 volt? Ja. Omgebouwd? Ja. Ja. Ja, 30 jaar geleden dus helemaal gerestaureerd. En de motor is trouwens niks aan gebeurd. Nee. Maar verder, ja, de carrosserie wel. Had dat ding toen al niet plus aan de massa? Ja, hij zit er net verkeerd omhoog, hè? Hij heeft nu toch... Nou ja, ja, ik zie het nu ook. Ja, nee, ik kijk zelf verkeerd. Ja, nee, ik wou zeggen, want omdat de originele... dynamo er ook nog op zit. Ja. En ze wisselen een gelijkstroomdynamo. Meestal vervangen ze gelijk door een wisselstroomdynamo. Oké, okay. Rare vraag. Heb je last van vaperlok met deze auto? Nee. Nee? Nee. Oké. Okay. Ze staan er wel onbekend, die Spitfire motoren. Nee. Het draait en het nog steeds perfect. Oké. Okay. Goed. Hoeveel rij je ermee per jaar? Mag ik dat vragen? Ik weet het niet eigenlijk. Nee. Nee, niet bij. Gewoon van evenement naar evenement. En als er wat leuks staat namelijk op 9999 en hij gaat niet verder. Dus, hij springt niet meer naar 0. Nee, nou prima. Dus, dat vind ik ook wel wat hebben. Het zal 400-500 mijl per jaar wezen, denk ik. Okay. Oh, dat is niet zo heel veel. We kijken er even in. Want, weet je, Chrysler. Want als ik en de Chrysler. Derivaten, zoals ik net al zei, Plymouth, de Soto. Die hebben allemaal al van die fantastische interieurs in die jaren. Kijk eens even, diepliggende klokken, dished noemen ze dat. En wat ik zelf heel mooi vind is, ja, de A-track. Ja. Onvermijdelijk, hè? Ja. Kun je nog aan banden komen? Ik heb er eentje van Vicky Leandros, daar ben ik ook niet zo trots op, maar... Heel af en toe worden ze nog wel eens aangeboden. Ja. En dan vooral op de Amerikaanse eBay, maar ja. Ja, ik heb ooit eens een keer op een... Op een elektronische vlooienmarkt was dat, zeg maar. En toen een hele tas vol en die werd net voor mijn neus. Ja. Pijnlijk, hè? Ja. Pijnlijk. Is dit een Powerflight automaat? Torqueflight. Een Torqueflight, oké. Okay. Dus super soepel. Ja. Oké. Okay. De Powerflight automaten die hadden meestal een pookje. Een pookje en dan kon je hem 1, 2, 3, 4, 5, zo kon, nou ja, 1, drive, pakje park, neutral. Zo kon je hem dan, in de meeste gevallen kon je hem zo inschakelen. Dan moest je echt eventjes je poot op het gas houden, of even op de rem houden. Want ze wilden ook nog wel eens flink vooruit schieten, die dingen. Het probleem was ook nog wel eens dat ze hoge toeren maakten voordat ze overschakelden. Nou, dat had een paar nadelen. Om te beginnen is het niet erg comfortabel, dat is 1. En ten tweede is het ook nog wel aan het slurpen. Daar zijn ze bij Chrysler precies in het jaar 57, waar deze auto vandaan komt, zijn ze erachter gekomen dat het beter kon. En toen zijn ze begonnen met de Torqueflight automaat. Die hebben ze heel lang volgehouden, tot diep in de jaren 60. En het mooie daarvan is diptoetsen. Is dit mooi of is dit mooi? Zo schakel je met zo'n auto. Klik! Klik! En niks. En niks hiccups of wat of gedoe. Nee, boterzacht. Overschakelen van de eerste naar de tweede trap. Dat kost eigenlijk geen enkele moeite met deze auto. Dit rijdt zo onwaarschijnlijk fantastisch soepel. Oké. Okay. En veel mensen, als in een, zeker als het een Mopar auto is, die schrikken een beetje van dit. Stuurspeling. Dus niet. Op het moment dat je de auto start en die stuurbekrachtingspomp gaat werken, dan heb je hier nog maar een fractie van over. En dan kan hij heel exact rijden. Dat enorme gedweil wat die meeste Amerikanen onbekend staat, dat kent deze auto eigenlijk niet. Dat is voor General Motors, niet voor Mopar.
Ik vind dit niet erg. Ik vind dit, er zit dan een gaatje in en repareer het maar. Maar hou het dan. Of zit geen gaatje in? Nee, ja, wel. Ja? Of niet? Nee? Het voelt wel zo, wat erachter zit. Laat maar lekker zitten. Oh, hij wil gewoon niet blijven zitten. Nee. Oké. Okay. Ja, die. Oh ja. Nee, maar ik vind het niet. Ik heb liever zo. Als dat het niet origineel is en de meest rare kleur heeft of zo. He, dus ik vind het een fantastische auto. Zo hebberig van. Hey, bedankt dat je even wat wilde vertellen, ja, over je auto. Ja. En nou ja. Dat ik nog lang in de familie mag. Alsjeblieft, dat wou ik zeggen. Ja. Hou hem in de familie. En hou hem ook heel. Ja, zeker. Hou hem heel. Ja. Oké. Okay. Een roze, de Pink Panther zou ik zeggen, Daniel. Ja, inderdaad, Baby Blue en Baby Blue en Baby Pink, hè? En ja. Tobacco Brown, dat waren de kleuren destijds. Ja. En daar is deze Chrysler een fantastische exponent van. Prachtige auto. En ik moet een beetje even kijken, daar bent u kijker. Helemaal niks mis mee met General Motors, helemaal niet. Nee, sorry dat ik het zei, maar het zijn ook hele goede auto's. En dweilen doen ze helemaal niet. Nee. Mag je liggen? Nee. Oh, jokkebrok. Ja, dit is dus echt Amerikaanse inside informatie. Zeg maar de gemiddelde kijker, of nou ja, laat ik zeggen, u en ik, die snappen daar helemaal niks van dweilen. En ja, wel van dweilen, maar niet wat zij nu over hebben over General Motors en Mopar. En, dat moet je nog maar eens een keertje uitleggen. Oh, oké. Okay. Oh, ja, dat is misschien wel wat. We bewaren dat voor een andere keer. We gaan eerst over naar het autonieuws. En zoals iedere week wordt dat deze week weer gepresenteerd door Daniel van Aken. Opel heeft eindelijk de specs vrijgegeven van de nieuwe Corsa GSI. De 1.4 liter turbomotor levert, hou je vast, 150 pk. De Corsa staat op hetzelfde onderstel als de OPC-versie en heeft standaard 18-inch velgen en een flink grote luchtinlaat en een hele lekkere kont, een pronte achterspoiler om te voorkomen dat het vermogen de wegligging parten gaat spelen. De Corsa krijgt een korte zesbak en wat gaat die kosten? Ik heb geen flauw idee, dat moeten ze nog bekendmaken. Mooi weer, cabrio weer. Maar een aantal grotere merken nemen afscheid van de cabriolet. Renault heeft helemaal geen opvolger voor de Megane cabriolet, Peugeot niet voor de 308 en Ford levert geen Focus cabriolet. De Citroën C2 Pluriel is op zijn zacht gezegd geen onverdeeld succes en nu stopt Opel ook al met de Cascada. Zeg maar de cabriolet op basis van de Astra. Jammer, want wij van Autogek houden wel van topless. Auto's. Binnenkort op de Nederlandse wegen, de Kandi Gleagle, een snoepie van een elektrische auto. Als je snel kijkt lijkt het op een Nissan Note, maar dan kleiner. Het is een echt eigenwijs knijtertje van een mini SUV. Gemiddelde actieradius 300 km, een top van ongeveer 100 km. Een leuk boodschappenautootje dus, want er zit flink wat ruimte in. Hij is gemaakt bij Geely, die is ook eigenaar van Volvo. En daar ligt even het pijnpunt. Geely wil namelijk graag dat Volvo dealers deze auto gaan verkopen. Maar die vertikken dat. Niet geheel onbegrijpelijk, maar we gaan zien waar het toe leidt. Let op, de Kandi Gleagle. Rolls-Royce heeft eindelijk de langverwachte Cullinan gepresenteerd. Deze eerste SUV van het prestigieuze merk is een ongegeneerde, megagrote, benzineslurpende dinosaurus van een auto. Groot, vierkant, zwaar, maar ook sterk en imposant op het angstaanjagende af. 5,35 meter, een wielbasis van 3,30 meter, 12 cilinder, 6750 cc motor en een gewicht van maar liefst 2660 kilo. Dat valt dus weer mee. Hè? Geen beginnersauto dus, maar op de golfbaan kan je er lekker mee voor de dag komen. Dit was Autogek voor deze week. Tot volgende week.